Heb ik die microfoon nodig of ben ik wel te verstaan? Dat gaat denk ik wel, hè? Ja, hè? Oké. Okay. Is het een dingetje? Ja. Oké. Okay. Ik ben dus Peter Wagenaar. Ik ben de online copywriter bij CZ van het online team. En ik maak me daar dus druk over de woorden op onze website en in onze apps en in mijn omgeving. En dat doe ik naar eer en geweten. Dat gaat dus voornamelijk om de gebruiksvriendelijkheid van onze teksten, maar ook over de temperatuur van onze teksten. Want we willen graag een beetje warme, vriendelijke uitstraling hebben. En daar hou ik mij dus mee bezig. Ik was vroeger in mijn eentje, nu zijn er wat meer mensen. Dus we proberen dat hele gevoel van CZ en wat is nou eigenlijk CZ en hoe klinkt CZ, proberen vast te leggen in een soort tone of voice gids. En daar wil ik het even met jullie over hebben. Eerst even een uitstapje naar vroeger. Ik was freelancer. Ik deed heel veel klussen voor allerlei soorten bedrijven, klein en groot. En die wilden regelmatig gewoon een stukje tekst. En dan kreeg ik regelmatig natuurlijk een briefing document. En dat ging dan over, nou ja, dit is de doelgroep, dit willen we bereiken. En er was altijd wel een stukje tone of voice omschrijving bij. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik snapte daar niet heel veel van, over het algemeen. Vaak waren het tone of voice, dat ging dan over betrokken, dat ging dan over verantwoordelijk, ging dan over passie. Meestal waren dat een soort tone of voice dingen, waren dan meestal afgeleide van de merkwaarde, of misschien soms letterlijk de merkwaarde. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat een verantwoordelijke tekst is. Ik weet niet hoe dat klinkt, een verantwoordelijke tekst, of een passietekst, of een betekenisvolle tekst. Weet je, ik kon daar heel weinig mee. En ik vind ook die hele merkwaarden zijn natuurlijk een beetje hol. Want ja, je kunt het er ook niet mee oneens zijn. Dat geeft ook, weet je, dat geeft ook geen scherpte in je briefing. Dus ja, ik heb nog nooit de vraag gekregen om een passieve, passieloze, betekenisloze tekst te maken. Weet je, het is altijd dat hele brave. Maar als tekstschrijver maak je daar het beste van. En dat lukt ook meestal wel. Maar ondertussen, ja, ik ben natuurlijk niet de enige die content schrijft voor CZ. We zijn bij CZ, we hebben honderden pagina's en ik heb ze niet allemaal gemaakt, gelukkig. En er zijn heel veel contentleveranciers, er zijn verschillende freelancers. Er zijn ook mensen binnen het bedrijf zelf, intern, die teksten schrijven. Dus die hebben allemaal hun eigen toontje en maniertje. En dat kun je ook terugzien op de site. Dat heb je op veel corporate sites natuurlijk. Het is een beetje al snel een rommeltje. En daar willen we wat aan doen. Nou, dit is een beetje zoals wij, we zijn zorgverzekeraar, dus nou, dan weet je het wel. Het is in de markt op dit moment lastig. We hebben een imagoprobleem en dat heeft te maken met natuurlijk politieke omstandigheden. En wij zijn natuurlijk daar als CZ intern niet mee eens. Hè? Wij vinden onszelf een heel vriendelijk, daadkrachtig bedrijf, maar heel veel mensen zien dat toch iets anders. Die zien in ons een soort stoffig, soms zelf een beetje bureaucratisch, soms zelf een randje onvriendelijk organisatie. En dat is pijnlijk voor ons. Maar dat is wel onze eigen schuld, want we maken iets blijkbaar niet heel goed duidelijk. En daarom willen we graag al die content die we nu op de site hebben, willen gewoon beter maken. We willen het persoonlijker maken, directer, strakker en zodat het wat meer gevoel in zit. De fout die we altijd hebben gemaakt als CZ, als contentleveranciers, als schrijvers daar. CZ is een heel geroutineerd bedrijf. Echt een declaratiemachine, zou ik maar zeggen. Dat werkt allemaal hartstikke goed. En we zijn heel nauwkeurig en heel informatief. Dus alles wat op de website staat is 6 keer gecheckt. Daar zit elk grapje, elk sjeu is daar vanaf. Dat is allemaal heel netjes en strak en goed. Daar kun je vanaf aan. Maar het is ook heel erg saai. En we missen gewoon een soort emotionele laag met klanten. Dat je als je dingen vertelt, dat je nog even een extra gevoel erin legt. En dat kunnen we niet zo goed. En we gaan proberen om dat met een tone of voice gids een beetje te structureren. Dat je als contentleverancier of als schrijver meer houvast hebt om dat juist wel te doen. Nou, dan gaat het dus over tone of voice.
Wat is dan eigenlijk tone of voice? Daar is geen kant-en-klare definitie voor, gelukkig. Dat is makkelijk, dan kunnen we het zelf een beetje invullen. En ik heb ook liever de term tone and voice dan tone of voice. Want volgens mij zijn tone en voice echt twee hele verschillende dingen. Nou, het makkelijkste deel is eigenlijk de voice, de stem van CZ. Die komt natuurlijk wel voort uit onze merkwaarde. We willen een bepaald bedrijf zijn. Onze basisstem komen voort uit die merkwaarde. Dat hebben wij dan zo bedacht. En dat is bij SZ, nou moet ik even goed nadenken hoor. Welke zijn dat ook weer? Daadkrachtig, verantwoordelijk en betekenisvol. Nou, weet je, dat had elk bedrijf kunnen zijn, ben ik bang. Maar het geeft wel een soort, het geeft wel iets van een uitgangspunt voor copyrichtlijnen. Want je kunt je wel voorstellen, betekenisvol, daar horen geen wolle rare teksten bij. Daar hoort een soort, dan moet het iets voor mij betekenen, dan moet ik kunnen snappen, dan moet het helder zijn. Verantwoordelijk is ook weet je, dat is transparantie, dat gaat over onze maatschappelijke rol. Dan moet je duidelijk vertellen wat je missie en je visie is. En dat moeten we allemaal niet zo saai maken dan. Als dat onze merkwaarden zijn, dan horen daar wel bepaalde basistonen bij. En die zijn eigenlijk redelijk eenvoudig. Sorry? Ik heb maar voor me de voorlezen. Oh, hier. Oh, nee. Ik doe het zo eventjes. Ja, op zich. Kijk, maar dat is eigenlijk die stem, hè? Die merkwaarde en een soort de basisregels van copy die daaruit voortvloeien, die zijn eigenlijk redelijk eenvoudig, want dat zijn meestal wel de basisregels die we voor web schrijven. Hè? Dat is echt web 0.1. Dan hebben we het over, als je het hebt over, gebruik geen ondergetekende, maar gebruik ik. Gebruik geen desalniettemin, maar toch gebruik niet rare woorden als omtrent, maar over. Weet je, dat zijn allemaal van die basisregels. Die zijn eigenlijk hartstikke helder. Die liggen kant-en-klaar ergens op een plank. En dat is eigenlijk een soort je basis van hoe je dingen eigenlijk schrijft. Dat is de stijlgids. Die hebben we bij CZ ook. Die konden we gewoon mooi grotendeels overnemen in onze tone of voice gids. Want dat is dat stukje stem. Maar CZ heeft één stem. En die komt voor uit die merkwaarde. Maar CZ heeft ook verschillende tonen. En daar wil ik het nou even over hebben. Uitstapje. Dit is, je kan het niet zo mooi zien. Dit is Hyenius. Kent iemand dat? In Amsterdam. Die grote, prachtige sigarenzaak op de Rokin. Ik kwam daar als student wel eens. Omdat, dat was natuurlijk de universiteit, was daar vlakbij. En dan kwam ik daar niet voor sigaren, maar gewoon voor een pakje check met oranje Rizla. Ik rookte toen nog. En daar stond er altijd zo'n beetje stijve hark in een pak. En die zei altijd van, hoe kan ik u helpen? En die bleef altijd zo heel formeel en vriendelijk en allemaal heel keurig. En ik kwam daar bijna elke dag. En die Hyenius act, die veranderde in de loop van de jaren eigenlijk nooit. Dat was altijd die zelfverstroeve houding. In het begin was het nog wel leuk, maar op een gegeven moment werd het toch een beetje, gaat het een beetje jeuken, gaat het een beetje kriebelen. En dat is een beetje wat je krijgt als je alleen maar met je eigen stem praat. Dan ga je klinken alsof, dan heb je iets dingen vastgelegd en dan klink je gewoon, dan praat je gewoon je riedeltje. Dan werk je je riedeltje af. Dan klink je als een butler, of als een robot, of als een bureaucraat. En dat willen we natuurlijk niet. Kijk, bij Hyenius komen ze daar wel mee weg. Want eigenlijk hebben ze maar één klantervaring en dat is een soort een heer van stand op zoek naar een sigaar. Dat is eigenlijk de klantervaring van Hyenius. Maar wij bij CZ hebben hele andere klantervaringen. Neem maar een glas water. Hij is eigenlijk een merk voor één persoon. En CZ is er voor iedereen. We hebben te maken met jonge mensen, met oude mensen, met rijke mensen. We hebben te maken met mensen die meer willen weten over hun gezondheid, over hun vergoedingen. Of die hun verzekering willen uitkiezen. En ze doen het ook nog eens allemaal op verschillende apparaten. Dus dat is een veel rijkere en veel genuanceerdere klantervaring. En eigenlijk, we willen niet als robot klinken. We willen eigenlijk aan iedereen toe een soort unieke emotionele lading geven. Nou, en hoe werkt dat dan? Eigenlijk kun je zeggen dat elke klantervaring een soort achtbaan van emoties is.
Zeker als het gaat om online. Het klinkt wat groot, maar het zijn een soort micro-emoties. Hè? Als je op zoek bent naar een zorgverzekering, dan leef je in een soort twijfel en onzekerheid over wat nou de juiste keuze is. En als je een foutmelding krijgt in een funnel, dan gaat heel even het licht uit. Dan word je even kwaad. Als je een declaratie moet doen, nou, dat is een rot klusje. Daar zit een soort ongeduldig taakgericht dingetje in van, hè, verdomme, laat ik dat even doen. Maar het geeft wel weer een enorme opluchting als dat kleine rot dingetje even de deur uit is. Dan is het weer klaar. En al die kleine emoties, die proberen we eigenlijk te adresseren als we schrijven. Dus we weten van, nou ja, oké, mensen komen voor een declaratie, dus willen ze snel doen. Dus dan gaan wij in onze copy en in onze aanpak gaan we tempo maken voor de mensen. We gaan niet alles uitleggen, we maken tempo. Zodat we snel gewoon mensen kunnen helpen. Mag je ook wat kennis vooronderstellen. Je gaat niet alles uitleggen. Je wil gewoon snel die actie doen. Geldt ook voor het uitkiezen van een zorgverzekering. Mensen twijfelen, je wil ze een beetje geruststellen op de juiste plek. He? Je wil het zeggen van, in de funnel bijvoorbeeld, ja, in de volgende stap. En dan even als microkopje eronder, ja, u kunt uw keuze altijd nog later nog aanpassen. Weet je, allemaal van die geruststellende dingetjes. Die je een beetje door zo'n online ervaring heen helpen. En als bijvoorbeeld een declaratie klaar is, dan is dat een hoera momentje. Dat mag je dan even samen vieren. Weet je, dan maak je even een feestje van. En eigenlijk proberen we zo te spiegelen met klanten. Net zoals, weet je, Cameron en Obama. Die gaan het jasje op dezelfde manier dragen, zodat ze mooi samen opgaan. En dat is wat die tone of voice kan doen. Dat je een relatie maakt met klanten en dan samen opgaat en heel dichtbij komt. Of soms wat meer afstand neemt als dat nodig is. Hè? Er zijn ook situaties denkbaar dat je het even wat zakelijker doet. Nou, hoe ziet zo'n tone of voice system dan uit? Nou, dat is eigenlijk heel simpel, want we hebben het gewoon gejat. Dit is nou een perfecte. Toen de eerste keer dat ik dit zag, ik was echt een openbaring. Ik vond het echt zo geniaal. Dit is van Mailchimp. De meeste mensen kennen het wel, denk ik. Het is onderhand wel een dingetje geworden. En ja, goed, ik wou dat ik dit in mijn freelance tijd nou had gekregen. Hè? Gewoon, je krijgt, dit is van groen naar rood. Dat zijn al de positieve gevoelens. En dat loopt zo naar beneden naar negatief. Dit is een hoera momentje. Je hebt de onderliggende emoties van de klant. Je hebt de gedachten van de klant. Hier wat tips en een voorbeeld. Meer heb je als tekstschrijver eigenlijk niet nodig. En dit hebben wij ook gemaakt voor verschillende uitingsvormen van CZ. Wat ook opvalt, is wat er niet in staat. Hier is niks over doelgroepen. Er is niks over, er is geen persona. We hebben geen Henk van 44, loodgieter, houdt van steengrillen en heeft een zorgmaatpolis. Dat hebben we hier niet. Want eigenlijk zijn die, ja, dat is een beetje mijn persoonlijke ding. Die persona's en doelgroepen, dat doelgroepdenken, dat is eigenlijk een beetje te grof voor de klanten die wij hebben. Voor de beleving die wij hebben. We willen niet mensen in een hokje stoppen, maar we willen juist dichterbij komen en snappen wat ze ervaren en beleven. We willen ons beter in mensen verplaatsen. En als je het zo bekijkt, als je kijkt vanuit de emotionele schakering, zo, dan weet ik ook niet precies wat het verschil is tussen een 44-jarige man die een foutmelding krijgt en een 22-jarige vrouw die een foutmelding krijgt. Volgens mij gaan we dan allemaal een beetje door hetzelfde gevoel heen. En dan hoeven we ook niet altijd dat anders te benoemen. Dat is meer vanuit, dat is dan de emotie en zo adresseren we die. En nu hebben we dus eigenlijk voor heel veel verschillende verschijningsvormen dit gemaakt. Dat is heel simpel, dat is ook klaar. Ja? Is dat dus online? Deze, ja, dat is voiceandtone.com. Dit is niet van ons, hè? Die van ons kan ik helaas nog niet laten zien. Maar dit is van Mailchimp? Dit is van Mailchimp. Ja, supergoed. Dus dan heb je eigenlijk, nou, dan heb je een paar A4'tjes met de merkwaarden en de algemene taalregels. Doe je nog een bijlage erbij met van, nou ja, wat zeg, hè, een alternatieve woordenlijst, hè, desalniettemin. Weet je, geef wat, en dan heb je dit voor bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief.
of voor een foutmeldingen. Nou, dan heb je eigenlijk een soort basismateriaal waar je als schrijver, als contentleverancier, behoorlijk snel mee klaar bent. Dan weet je heel exact wat je kunt doen. Dan is dat helemaal niet zo vaag meer. Er zitten gewoon aansprekende voorbeelden bij. Er zit dus ook een soort logica achter. En het stelt je in staat om dingen gewoon wat spannender en wat warmer te maken. Dan komen we bij een ander punt. In Amerika, dus Engels, Mailchimp is natuurlijk hartstikke Engels. Daar hebben ze het voordeel dat ze gewoon een U-vorm hebben waarin je alles mee kan. In Nederland gaat tone of voice altijd meteen over gesprek met mensen aan met u of je. Zeker bij grote bedrijven. En dat is een hele levendige discussie. En dat is ook logisch, want het maakt nogal wat uit. Als je een aanmaning krijgt, dan is de U-vorm wel heel erg fijn. Mensen gaan meteen bellen als je in de juf-vorm spreekt, als ze een aanmaning krijgen. Want we zijn niet samen op school geweest, hè? Ja, om ze helemaal over de klink te jagen. Ja, lijkt me leuk. Wil ik best wel een keertje doen, ja. Maar aan de andere kant, we hebben bijvoorbeeld ook een zwangerschapsnieuwsbrief met berengezellige tips voor zwangere vrouwen. En die slaat weer helemaal dood in de U-vorm. Dat kan gewoon niet. Dus het zijn toch een beetje de omstandigheden die bepalen of het u of je is. We hebben bijvoorbeeld ook Facebook-posts, die zijn in de je-vorm uiteraard. En die linken dan naar onze webpagina, die zijn in de u-vorm. Daar krijgen we nooit klachten over. Maar je gaat gewoon van je naar u. Het is wel een spel met risico, want ik kan me voorstellen als je het in dezelfde alinea ziet of zo, dan gaat het dat je denkt, oh, dan gaat even iets mis. Maar eigenlijk gaat dat altijd goed. Maar dat is niet de discussie waar de u of je zich nu in begeeft. Want eigenlijk vinden communicatiemanagers en marketingmanagers en die vinden dit meer een discussie van de merkwaarde. He, zijn wij een je-merk of een u-merk? Zou je u van kunnen maken? Je. Ja, heb ik nog nooit nooit over nagedacht. Nou ja, ik heb wel jaren gedacht van, goh, dat hele u zal wel op een gegeven moment verdwijnen. Want ja, dat wordt steeds informeler. Wie spreekt nou nog iemand met u aan? Dan heb je echt een hele oude oma die je nog met u aanspreekt. Maar dat verdwijnt op een of andere manier heel moeizaam. Omdat die transitie ook waarschijnlijk heel lastig is. Mensen vinden dat een beetje raar. Maar wat we bij CZ nu proberen is wel degelijk om daar een beetje dat de u-je, dat zien we toch een beetje als onderdeel van die toon en niet zozeer van die stem. Dus de omstandigheden bepalen of het u of je is. Daar kun je best wel een beetje in variëren. Even wat voorbeelden van waar het volgens ons goed is gegaan. We hebben een hele mooie declaratie-app. Je krijgt een nota van je tandarts of zo en die moet je dan naar ons sturen. Dat kan via de mijnomgeving, maar dat kan veel sneller via je mobiel. Je maakt een fotootje van je nota en die stuur je dan via de app naar ons. En dan komt het allemaal goed. Dat is alles wat je moet doen. Dus dat is weer zo'n voorbeeld van, nou ja, dat is gewoon een hele concrete, kleine taak die je gewoon snel wil doen en waar je snel vanaf wil zijn, zodat je weer verder kan met leukere dingen. En daar hoort een bepaalde toon bij. Bijvoorbeeld de je-vorm hoort daar echt bij. Je is lekker snel. Je, dat is gewoon doe dit, doe dat. En gebiedende wijs, declareer je nota in een paar simpele stappen. Weet je, zo simpel is het eigenlijk. Hier had ook aanmelden kunnen staan, maar dat is eigenlijk al een beetje stroef. Weet je, aanmelden, dat klinkt weer als een bureaucratisch dingetje. Nee hoor, vertel ons wie je bent. Dat doe je eenmalig en vervolgens word je gewoon bij je voornaam genoemd. Dat is gewoon heel kort en heel snel. Nou, die app is zo snel. Oh ja, die app doet het trouwens verschrikkelijk goed, hè? Dat moet ik wel even erbij zeggen, voordat jullie denken dat het een rukding is. Nee, hij heeft 4 sterren in de stores, dus we doen echt iets goed. Dat heeft te maken met de werking van de app, want hij doet het gewoon goed. Maar hij heeft ook te maken met de manier waarop mensen aanspreken en ze snel door die procesjes heen leiden. Hij werkt zo goed dat mensen zo bijna met een kat op schoot een nota fotograferen. Of weet ik veel, of met de koffiemok er nog op. Of een stukje of alleen het bedrag. Dus dat gaat gewoon, daar hebben we heel veel last van. Dus dan moeten we iedere keer weer mensen na gaan bellen. Dus we hebben toen een tussenschermpje gemaakt. Weet je, even uitleggen van, weet je, kijk nou even goed naar wat voor foto je hebt gemaakt. Maar ook daar is het gewoon de toon weer van, check even dit, check even dat.
Snel. Gewoon, nou ja. Oké, is goed. Oké, ik snap het. Weet je, dat zit een soort snelheid in. En dat is een toon die wij bij CZ nog nooit ergens voor hebben gebruikt. Dat is, past ook misschien gevoelsmatig in eerste instantie niet. Maar het is wel een soort, voor ons een soort manier om CZ naar een wat vlottere, makkelijker toon te brengen. Voor sommige dingen dan, hè. En dit is nou een toonvoorbeeld van hoe dat zou kunnen. Ander voorbeeld is natuurlijk het hoera-momentje. Hier had ook kunnen staan, we nemen uw aanvraag in behandeling. Maar dat is nogal saai en ook een beetje, ja, jezus, we kennen elkaar toch, dus we kunnen wel iets losser met elkaar praten. Gelukt, wij doen de rest. Weet je, dit is, qua design hadden we nog wel iets hoeraderig gemogen en volgens mij zijn we er nu ook mee bezig. Maar het is wel zo'n momentje van oké, het is klaar, het is goed, ga maar wel anders doen. En een kreet als gelukt is nou typisch iets wat je gewoon vast kon leggen in een soort tone of voice gids. Als er een transactie is geweest en er is een pagina achter en je wil daar... zeg even gelukt of gefeliciteerd of bedankt, weet je, maak er even een dingetje van. En dat deden wij nooit. Even meejuichen. Nou, zo zijn er allemaal kleine emotiemomentjes in zo'n app, altijd. Of in een online omgeving, of in een mijn omgeving, waar je even op zoek moet naar het gevoel en daar de juiste reactie op kunnen geven in copy. En dat kun je gewoon, daar kun je gewoon richtlijnen voor geven. Daar kun je gewoon een soort standaardisering aan geven. Dit is de andere kant van ons verhaal. Vroeger dacht ik altijd, ja, mensen komen naar het web voor taken en dat is het. Ik heb ook heel veel moeite altijd met over ons verhalen. Maar dat is ook niet helemaal terecht, heb ik nu gemerkt. En zeker bij CZ, want het is wel een soort... we hebben toch een soort publieke missie. We moeten af en toe wat over onszelf vertellen. En dat zijn we ook verplicht. We hebben een historie. En daar mogen mensen best wel wat meer van weten. CZ was vroeger een ziekenfonds. Een ziekenfonds voor katholieke arbeiders. Weet je, als ik dat heb gezegd, dan krijgt het al, dan zie je al arbeidershuisjes en mannen met de boterhamtrommeltjes. Weet je, dan krijgt het een beetje beeld. In plaats van zo'n vage term als CZ. En dat verhaal, dat maakt ons gewoon ook iets aansprekender voor klanten. En er komt ook nog bij dat we natuurlijk heel veel saaie informatie, of tenminste, ja, wat informatie waar weinig mensen van naar de website komen, wel degelijk gewoon moeten vertellen. Wij moeten van de Nederlandse Zorgautoriteit gewoon heel duidelijk uitleggen hoe we onze premie hebben berekend. Nou, dat deden we 3 jaar geleden nog in een enorm PDF-ding. En die zetten we gewoon online, want ja, daar kijkt toch verder niemand naar, wat maakt het uit. Maar bij de NCA letten ze daar tegenwoordig op en we willen het zelf ook gewoon wat leuker doen. En dat kan heel goed. Dat kan echt heel goed. Want op zich is die berekening natuurlijk niet spannend. Heel veel mensen haken al redelijk snel af, denk ik. Maar de overtuiging die erachter zit, kan wel heel spannend zijn. Huh? Je kunt zeggen van ja, CZ is een organisatie zonder winstoogmerk. Die is al een beetje moeilijk. Je kunt ook gewoon zeggen, wij willen geen winst maken. Dan is dat toch even iets anders. Dat voelt toch even iets spannender. Vroeger hadden we het over oversolvabiliteit. Ik weet niet wat het is. Ja, ik weet wel wat het is. Maar veel mensen die haken gewoon af als ze het woord oversolvabiliteit zien. En dat is ook hartstikke logisch, want het is geen term waar je graag mee strooit. Maar als u zegt, we hebben veel geld op de bank, dan stel je een beetje kwetsbaar op van waarom dan? Maar je legt wel netjes uit van ja, daar zijn redenen voor, dat zijn we verplicht. En een deel willen we ook graag reserve houden. Je kunt gewoon met wat meer overtuiging je verhaal vertellen. En je ziet ook qua opmaak, we hebben echt met infographics en video's, we hebben echt ons best gedaan om daar een aansprekend verhaal van te maken. Waarin we vanuit de klant, wat betekent dat nou eigenlijk voor mij als klant? Ja, dat, ja, dankjewel. Ja, is voor mij. Dat was een. We hebben geprobeerd om. Eigenlijk begint de premie inderdaad met Prinsjesdag. En we hebben geprobeerd dat gewoon dat hele traject. Ook in social. En hebben we gewoon stap voor stap hebben we geprobeerd uit te leggen. Tot aan de grote moment van de premiebekendmaking ergens half november.
Dit is echt nieuw. Dat hadden we 3 jaar geleden echt volkomen anders gedaan. Dat hadden we echt, daar hadden we echt iets heel saais van gemaakt. En op zich, kijk, dit wint het natuurlijk nooit van webpagina's over je nota declareren of eigen risico. Maar we zijn wel steeds beter in staat om ons verhaal te vertellen. En dat verhaal, als je dat een beetje spannend maakt, dan kan het hartstikke vermakelijk. Dan kan het ook interessant zijn voor klanten. Nou, het gaat dus best goed. We moeten nog heel veel doen. Als jullie zo op de CZ-site gaan kijken en naar 2 keer klikken, ben je op een pagina waarvan je denkt, wat is dit? Dat is nog steeds zo. Dat echt. Hè? Maar we zijn steeds beter in staat om onze tone of voice dichter naar de klanten te brengen. Om dichter, om een beetje naast de klant te staan. En dat heeft gedeeltelijk te maken met dat er wat richtlijnen zijn. Dat heeft ook gedeeltelijk te maken met de copywriters die er zijn. Maar ik denk, nou, dat wil ik jullie eigenlijk meegeven, dat er 3 factoren zijn die bepalen waarom het nu zo redelijk goed gaat. Want er zijn natuurlijk wel meer leuke gidsen en richtlijnen en documenten en die zijn ergens in een labeland. Dus waarom deze niet? Waarom krijgen we deze levend in bij CZ? Nou, de eerste is eigenlijk, tip 1 is begin onderop. Zoals we dat nu ook hebben gedaan, kijk, die merkwaarde en de hoogoverbetekenis van het merk, die liggen bij de meeste organisaties wel vast. En die krijg je ook niet zo makkelijk in beweging. Maar tone of voice, dat is eigenlijk wat je eigenlijk zou kunnen beschouwen als een soort uitbreiding van die merkwaarde, die heeft niemand. Dus op die manier kun je door middel van een soort tone of voice structureren, kun je een soort aanvulling geven aan die merkwaarde en krijg je bottom-up een soort verrijking van de content waar mensen echt wat aan hebben. Die hele merkwaarde maak je wat levendiger. Maar het is essentieel dat het bottom-up gaat. We hadden laatst een discussie bij CZ over de U of U-vorm. En daar werd mij meteen duidelijk gezegd, we gaan niet over naar de U of U-vorm. We gaan niet over in één keer naar de U-vorm. Dat lijkt me ook logisch, dat is prima. Het enige wat ik heb kunnen bereiken is dat we per geval gaan bekijken van nou, is het je of u? En meer vraag ik ook niet, dat is ideaal. Ja, zodra ik me druk ga maken over, ja, ik vind CZ is echt een je-merk, we moeten over. Dan zit iedereen zijn hakken in het zand. Terwijl als je gewoon zegt, nou, laten we gewoon per geval bekijken. Er komt een campagne ZZP, je of u? Ik zeg, nou, je misschien. Ik hoop dat ik het doorkrijg, maar ik vind 1 pitters en... He, dat vind ik nog wel een je-vorm. Mantelzorgers. Dat is ook zoiets. U is wel vriendelijk en beleefd, maar mantelzorgen willen mantelzorgers ook op een, ja, ondersteunen en hart onder de riem steken. En weet je, dat soort dingen. Dan voelt de je-vorm toch heel wat prettiger. Nou, dat gaan we nu gewoon per geval bekijken. En dat is hartstikke mooi. Dat hebben we hartstikke goed bereikt. Andere wat we hebben bereikt is dat we dat die tone of voice, ja, die werkt wel. Dus dat merken mensen ook. En nu zijn er dan discussies, of tenminste, dat is geen discussie. Dat is nu een project die ook de offline communicatie erbij neemt. Want dit is allemaal nog online. Maar we zijn nu ook bezig om offline en online bij elkaar te integreren. Ja. Nu lukt dat van die AB-test om te kijken van oké, hier vormen die hebben we nog niet gedaan, maar gaan we wel doen. Wil ik voor de nieuwsbrief graag doen. Ja. Ja, nee, maar dat is sowieso wel, dat wordt wel de aanpak, want we hebben nu bereikt van, nou oké, laten we het gewoon eens per geval bekijken. Maar we kunnen er ook mee gaan experimenteren en dat gaan we ook doen. Inderdaad, de nieuwsbrief bijvoorbeeld, die kunnen we prima AB testen. Ik ben heel benieuwd of dat boze telefoontjes oplevert. Ik denk het niet, maar laten we gewoon gaan kijken. Maar het is ook interessant om te merken, van converteert die je-vorm dan beter? Want dan halen we ons eigen gelijk ook weer een beetje onderuit. Het moet wel iets doen natuurlijk op een gegeven moment. En dat gaan we inderdaad testen, zeker. Tip 2 is, bekijk het per project. Die declaratie-app, die is in een Scrum-team gemaakt. Waar ik als copywriter dan ook bij betrokken was. En dat stelt je in de gelegenheid, dat is een redelijk aparte teams. Je gaat gelijk op met design, interactie, development. En op die manier, het is een redelijk geïsoleerd team. Het is heel goed te doen om op die manier allemaal tone-of-voice dingetjes, een nieuw soort richtlijn, een nieuw soort
experimentjes daarin te stoppen. Want dat snapt iedereen. Die nauwe samenwerking maakt jouw rol als copywriter en als tekstschrijver ook wat groter. Je kunt ook wat meer sturen. Dat is het grote voordeel van dus gewoon per project oppakken. En de laatste tip. Werk samen met de designers. Dat is niet altijd even makkelijk. Ik kan me herinneren, in mijn freelance tijd kreeg ik altijd Lorem Ipsum. Hè? Ik werd daar helemaal gillend gek van. Want het is natuurlijk vreselijk. Het is echt vreselijk. Dan is design er al uit over hoe het eruit moet zien. Dan is de opdrachtgever heeft ook al naar die Lorem Ipsum zitten kijken en heeft het ook goedgekeurd. Onbegrijpelijk. En dan komt het bij mij terecht en dan moet ik zeggen van ja, jezus, weet ik veel wat ik daar moet, bij die Lorem Ipsum moet zeggen. Ik weet het niet. Dat is dus altijd echt een heel pijnlijk, vervelend proces. Ik heb ook het idee dat designers het soms prettiger vinden om een Lorem Ipsum erbij te pakken dan met een copywriter te praten over wat er eigenlijk moet komen. Nee? Huh? Wat zo over. Anyway, bij CZ proberen we dat echt anders te doen. En ik zou dat ook altijd aanraden. Want op zich is tone of voice is natuurlijk niet echt een ding van copy alleen. Het hoort bij design. Als je een bepaalde foutmelding is in het rood, weet je, om een simpel voorbeeld te geven. Maar eigenlijk zou je het hele design er één keer op kunnen hangen. En dat gaan we nu ook doen. Onze designers zijn bezig met templates en met allemaal standaarden voor een design. En daar plotten we gewoon de tone of voice in. Dat is toch, wij zijn zelf een designbureau, maar wij werken echt volgens het content first principe. Ja, hartstikke goed. Het is heel raar dat je dan nog designs geleverd krijgt met soort teksten. Ik krijg nog steeds Lorem Ipsums. Ja, maar waarom is het niet andersom? Jij wilt toch doel bereiken met... Ja, weet niet. Wat uiteindelijk vind je zo. Ja, nee, maar ik vind op zich content first. Het leukste vind ik eigenlijk gewoon om samen met een designer te gaan zitten van waar moet wat. Dus het is ook niet zo dat ik een Word document aanlever met allemaal woorden en dat een designer daar maar... Weet je, het leukste is gewoon gelijk op. Dat werkt het beste, heb ik gemerkt. En dan kom je er ook samen het makkelijkst uit. Ja, ik vroeg me af, want ik zag dat u daarvoor, voordat u bij CZ werkte, tegenaan liep. Hoe pakt u dat dan aan? Ik herken het inderdaad ook, dat je gewoon een website bij toegevoegd ja. Als freelancer deed ik daar niet moeilijk over natuurlijk. Hè? Dat is gewoon, dat is gewoon een uurtje. Ja, het is niet altijd even fijn werken, maar weet je, daar was ik heel soepel in. Maar als ik nu bij CZ ben, dan word ik echt, dan doet het echt pijn om een Lorem Ipsum te krijgen. En dan gaat hij ook automatisch even terug naar de tekentafel. Maar als freelancer was ik daar heel makkelijk in. Maar ook dat maakte wel mijn werk als freelancer heel oninteressant. Want dan is het echt alleen maar een invuloefening. Terwijl je ook natuurlijk veel meer vanuit het concept wil denken. En dan wordt het allemaal veel mooier, denk ik. Nee, je levert uiteindelijk slechte werk af in het ja, ja. Ja, dat is heel vervelend. Ja, dat kan echt zoveel beter. Maar goed, ik merk nu ook om me heen dat wel aan het keren is. Gelukkig. Dat was mijn verhaal.